Hoi, in deze video wil ik je uitleg geven hoe je levensduur bepaalt van een rij grove kogellagen als de krachten bekend zijn. En ik doe dat aan de hand van de tabel over een rij grove kogellagers die je op bladzijde 104 van kernboek 2 kunt vinden, tabel 4.13. Bij kogellagers berekenen we altijd de levensduur. En niet zozeer de warmteafvoer of de maximaal toelaatbare kracht die erop kan komen. En dat heeft te maken met de geometrische eigenschappen van een kogellager. Ik wil je uitleg geven aan de hand van een berekeningsvoorbeeld wat ik maak. Ik heb daar een aantal formules bij nodig en dat zijn de formules van de levensduur, waarin L10H de bepaling is in het aantal omwentelingen van de levensduur van het lager. Of het in het aantal uren, excuus. De basisformule is in het aantal omwentelingen en de eerste component in de formule is 1 keer 10 tot de zesde gedeeld door 60 keer 10. Keer het toerental, keer n, die is bedoeld voor de omrekening naar uren. Om in de L10H-formule de p onder de deelstreep te kunnen bepalen, heb ik de eerste formule nodig. P is x keer fr, f radiaal, en plus i keer f axiaal. Op een kogellager kun je namelijk twee soorten krachten opvangen. De eerste is radiaal. En daar is die vooral voor bedoeld. En de tweede is axiaal. Laten we starten met een voorbeeld. Waarbij ik ook het berekeningsgedeelte van de lage tabel alvast hier heb neergezet. Zodat we vanuit dat berekeningsgedeelte ook de stappenmethode om dit te kunnen uitrekenen kunnen volgen. Ik begin met een lager met nummer lager 6608. En dat is een groefkogellager, want de codering begint met een 6. Een 1 rij groefkogellager. Even nog voor bepaling, wat is nou axiaal en wat is radiaal? Als ik zo de as heb met het kogellager erop, en dat zit er natuurlijk ook onder, dan heb ik radiale krachten die zo staan, fr f moet ik van maken. En axiale krachten die over zo op het lager rusten. Dus in de axiale kracht die ik hier aanneem, die ik bijvoorbeeld uit mijn berekeningen krijg, dat die op dit lager zal zijn, die neem ik even aan als 500 newton. En de radiale kracht, die neem ik aan als 1000 newton op dit lager. Als ik dit lager opzoek, dus de aannames staan hier, dan krijg ik vervolgens dingen, zaken die ik in de tabel kan opzoeken. En die, als ik de tabel erbij pak, de lagertabel die ik zojuist noemde, dan kan ik opzoeken aan de achterzijde van de tabel onder het woord aanduiding kan ik het nummer 6008 opzoeken. En als ik vanuit 6008 naar links toe ga, dan vind ik twee waardes voor de C en de C0, de draaggetallen van dit lager. C is het dynamisch draaggetal, 16.800 newton. En de C0
is 11.600 newton. Wat zeggen deze getallen? Nou, niet wat het lager kan dragen. Het zijn wel newtons, maar het zegt niet direct dat het lager zoveel newton kan dragen. Maar het is een vergelijkingswaarde om te kunnen bepalen wat de levensduur wordt. Dus ze hebben een waarde in newtons gegeven waarmee je de echte waarde kunt vergelijken. De dynamische, dus de gewone C, is bedoeld als het lager in bedrijf is, oftewel gewoon draait. En de C0 is in een statische situatie waarin het lager stilstaat of schommelt. Dan kan die een kogellager minder hebben. Als ik nu de stappenmethode volg, dan moet ik een aantal stappen gaan zetten. En als ik de lager berekeningsvoorbeeld of het berekeningsgedeelte uit de tabel haal, dan zie ik een aantal berekeningen al staan. En die zitten ook precies in de stappenmethode. Dus als ik hier stap 1 wil bepalen, dan zeg ik hier dat is dit gedeelte van de tabel is stap 1. En bij stap 1 bepaal ik FA gedeeld door C0 en E. Dus stap 1 heeft een paar formules, namelijk, of heeft één formule, moet ik zeggen, FA gedeeld door C0. Die bereken ik en aan de hand daarvan kan ik E bepalen. FA is 500 newton, dus de axiale kracht. En de C0, die heb ik zojuist opgezocht, het statische draaggetal 11.600 newton. Daar komt uit dat dat 0,043 is. Dat is een dimensieloos getal. En dat getal zit dus hier precies in tussen de waarden 0,025 of 0,04 en 0,07. Het zit heel dicht tegen 0,04 aan, maar het is 0,043. De waarde ligt iets hoger. Als ik nu wil weten wat de waarde voor E hierbij wordt, dan mag ik niet zomaar 0,24 pakken. De waarde ligt hier voor E ligt hier ook iets hoger. Dus ik moet gaan interpoleren. Hoe doen we dat? Nou, we zeggen eerst het verschil. Dus ik ga nu een verschilsberekening opzetten. Het verschil tussen 0,04, dus de eerste waarde uit de tabel, en 0,07, de tweede rij uit de tabel, is 0,03. Bij die 0,03 hoort een verschil in de E van 0,24 naar 0,27. Dus daar hoort een verschil bij van 0,03. En dan is deze op de E en dan is deze op FA gedeeld door C0. Het verschil tussen 0,04 en 0,043 is 0,003. En als ik dan wil weten wat dat voor verschil geeft in de E, dan doe ik 0,03 keer 0,003 keer 0,03 gedeeld door 0,03. Dus even uitgeschreven, 0,003 keer
0,03 gedeeld door 0,03. En je ziet al dat het verschil hier 0,003 zal zijn in de plusrichting. Dus de waarde voor E wordt dan 0,24 plus 0,003 is 0,243. Daarmee heb ik de waarde voor E bepaald. En dat is stap 1. Vervolgens kunnen wij naar stap 2. In stap 2 ga ik bepalen waar ik ga kijken in de tabel. In die kant of in die kant. Dus stap 2 zit daar. Wat moet ik daarvoor doen? Nou, ik moet FA gedeeld door FR gaan bepalen. Dus als ik stap 2 hier neem. En ik schrijf die uit. Dan kan ik voor stap 2 FA gedeeld door FR doen. FA gedeeld door FR is 500 newton gedeeld door 1000 newton. En dat is dus 0,5. En vervolgens kan ik zeggen, oké, moet ik nou links in de tabel kijken of rechts in de tabel kijken? Want FA gedeeld door FR is aan de linkerkant kleiner dan E, de waarde van E. En aan de rechterkant is die groter dan de waarde van E. E heb ik zojuist bepaald. Nu ik heb FA gedeeld door FR ook bepaald. En dan kan ik dus zeggen dat hier zo 0,5, die ik uit deze waarde had, is die nou groter dan de waarde van E? Nou, de waarde van E die is 0,243, dus die is inderdaad groter. Dus hij is groter dan 0,243. Dus dat betekent dat ik aan de rechterkant moet kijken. Dus kijk aan de rechterkant. Als ik vervolgens ga bepalen wat x wordt, dat is stap 3 in deze tabel. Ga ik hier kijken wat op deze as stap 3, want die zit hier vlak onder die 0,04, oftewel bij 0,0343, wat de waarde van x wordt en de waarde van y in op dit gebied. Nou, de waarde van x zal niet anders zijn dan 0,056. Dus stap 3 kan ik als eerste opschrijven. X is 0,056. Maar vervolgens moet ik ook y nog gaan bepalen. Y is. En y zal groter zijn als 1,8. Of kleiner zijn als 1,8. Kijk mee in de tabel. Ik zie een waarde van 1,8 staan bij 0,04. En ik zie bij 0,07 een waarde van 1,6 staan. Dus hij zal kleiner worden. Nou, dus als ik y wil gaan bepalen, dan moet ik weer de verschilberekening doen. En weer gaan interpoleren. Want het verschil. Dus ik ga weer een verschilberekening doen.
het verschil bij in de F aangedeelde C0 waarde is van 0,04 naar 0,07, 0,03. En daar hoort bij een verschil in de I-waarde van 0,2. Min 0,2. Dus dat verschilletje die bij elkaar horen hier. Dus een min 0,2 hoort bij 0,03. Wat hoort er dan voor verschil bij een verschil van 0,003? Want 0,043 is 0,003 groter dan 0,04. En dan wil ik heel graag weten wat voor waarde er natuurlijk min afgetrokken moet worden van 1,8. Weer het kruisproduct. Dus 0,003 keer min 0,2 gedeeld door 0,03. En dan komt daaruit dat dit een waarde moet zijn van min 0,002. Terug naar de tabel. 1,8. Excuseer. 1,8 min 0,002 is 1,78. Dus de waarde die ik voor I krijg is 1,78. En ik maakte net een spreekfout, hoor ik nu zelf. En ook een schrijffoutje in de verschilberekening, want deze 0 staat er te veel. Dus hier hoort geen 0 te staan. Dat betekent dat ik voor de I-waarde 1,8 min 0,02 krijg. En dat is 0,78. Of 1,78. Gaat goed in deze video. Hè? Wordt er niet duidelijker op. Ik zal hem toch even duidelijk schrijven. 1,78. Daarmee kunnen we stap 4 ingaan. Want bij stap 4 gaan we een formule invullen. Dus stappen 1 tot en met 3 worden gedaan in de tabel. En in stap 4 gaan we een formule invullen. Stap 4. Stap 4 pakken wij de formule voor de bepaling van de P. En de P is x, die we net hebben bepaald, keer de FR plus I keer de FA. Wat zegt nou die P? Nou, die P is eigenlijk een vervanging, één waarde, voor FR en FA. En FR en FA kan ik niet samen in de formule zometeen in de levensduurformule invullen. Dus daar moet ik één equivalente waarde voor gebruiken. Een moeilijk woord, equivalent, maar betekent eigenlijk vervangend voor. Hè? Dus P is een equivalent dynamische lage belasting. En die is vervangend voor de FR en de FA. Omdat dat twee belastingen zijn op het lager. Stel nou dat je geen FA zou hebben. Dat zou kunnen. Dan wordt die 0. Dus dan is FR volledig P. He, dus dan vul je FR in plaats van P in de formule. Ik weet nu wat X is. Ik weet wat I is. Ik weet wat FR en wat I is en wat FA is. Dus ik kan P uitrekenen en dat is dan 0,56 keer 1000 newton.
plus 1,78 keer 500 newton. Dat kan ik gewoon uitrekenen. Is 1450 newton. Dat is stap 4. Met het gegeven van P kan ik vervolgens stap 5 in. En stap 5 is het uitwerken van de formule L10H. Er bestaat namelijk ook een gewone L10 formule. En daar zit de eerste component niet in. Dus deze component die ik nu opschrijf, 1 keer 10 tot de zesde, is gedeeld door 60 keer het toerental. Die zit daar niet in. Ik zal zo ook eventjes uitleggen hoe dat dan zit. Keer C gedeeld door de hoofdletter P tot de P de macht. Kleine letter P is dat die macht. Als ik hier zo dit gedeelte nog even uitleg. Dan zeg ik daarbij dat 1 keer 10 tot de zesde komt van 1 miljoen omwentelingen. Dus de normale L10 formule zegt eigenlijk is C gedeeld door P tot de P de macht. En daar komt een getal uit wat in miljoen omwentelingen is. En om die miljoen weg te halen in het aantal uren dat je draait. Hè, je draait meestal een toerental van zoveel per minuut. Dat vul ik hier dus ook in op de n. En ik moet wel weten, als ik miljoenen omwentelingen heb, het getal wat eruit komt, dan moet ik dat wel keer 10 tot de zesde doen om het gewone aantal omwentelingen te weten. Dus vandaar die 10 tot de zesde. En die 60 keer het toerental betekent, als ik het toerental in per minuut invul, keer 60, dan weet ik hoeveel die per uur ronddraait. En dus daar komt deze component vandaan. De L10-formule gebruiken we meestal niet, maar de L10H, H van hours, uren, gebruiken we wel. Als ik de L10H-formule hier invul, dan kan ik zeggen 1 keer 10 tot de zesde gedeeld door 60. Keer het toerental. En het toerental in deze opgave was 800 per minuut. Let op dat als je per seconde hier hebt, dat je natuurlijk keer 60 moet doen en nog een keer 60 om het in uren te krijgen. Daarmee heb ik de eerste component te pakken. De tweede component is de C van het lage. Die had ik al bepaald. 16.800 newton. Gedeeld door 1450 newton. Dit moet tussen haakjes en dan moet het tot factor P. Die kleine letter P, die is bij alle lagers 10 gedeeld door 3. Dus 3,333. En bij één rij groefkogellagers gewoon 3. Dus iets lager. En dat staat, dat is gegeven ook door de lagerfabrikant bij deze formule. En die hoef je dus niet zelf te bepalen. Alleen je moet wel weten dat het bij kogellagers een iets lagere factor is, namelijk 3. En waarom bij kogellagers lager? Omdat deze lagers puntcontact hebben. En alle andere lagers hebben lijncontact. Een ton of een kegellager heeft een lijn waarover het wentellichaam op de binnen- en buitenring ligt en is dus minder gevoelig voor piekbelastingen. Hiermee heb ik de formule ingevuld. Vervolgens kan ik dit op de juiste manier in de rekenmachine zetten. Als je daar moeite mee hebt, dan moet je het even in deelstappen uitrekenen. Die deelstappen dan vervolgens uitwerken. En dan kom ik op een aantal uren wat dit lager meegaat van 32.402,8 is natuurlijk een beetje onzin. En 403, ik mag hem wel afronden op heden. Zoveel uren gaat dit lager mee, gegarandeerd mee. 90% van de lagers haalt dit.
En daarmee heb je bepaald wat je onderhoudsinterval moet zijn in je revisieinterval op het moment dat je lagers moet gaan vervangen. En dat is ook heel makkelijk bij grote machines. Dan zitten er vaak urentellers op waarin je waaruit je je onderhoudsintervallen bepaalt. En je weet nu dat je na 32.403 uur je lagers echt moet vervangen. En wil je geen problemen krijgen, zeg maar, met het eruit lopen van lagers. Daarmee is eigenlijk het hele lager bepaald. Vervolgens kan je bepalen zelf in een constructie of dat dit lager dus voldoet. En of jij wel een onderhoudsinterval, een revisieinterval wil van 32.403 uur. Dank voor het kijken en veel succes met dit soort uitwerkingen. Dankjewel.